bijzondere toezichthoog van onder meer Luc Nieles en de nieuwe trainer van Jong PSV, Anton Jansen, trad PSV in Sint-Truiden aan met slechts 5 basisspelers. Kromkamp, Salcido, Affalay, Tardelli en Philippe Cocu. En met name hij moest vanavond speelminuten maken in dit vriendschappelijk duel. Waarin ook wat nieuwe gezichten, waaronder deze Bilal El Yacoubi, speler van Jong PSV. Weinig toeschouwers op de been voor dit vriendschappelijk duel. Dat, zoals gezegd, voornamelijk heel belangrijk was voor Philippe Cocu. In verband met zijn spierblessure is het belangrijk dat hij speelminuten maakt in deze 2 weken waarin er door interlandvoetbal weinig te voetballen is. Sint-Truiden, een staartploeg uit de Belgische eerste klasse, heeft een slechte start in de competitie daarmee gemaakt. Dit is Affalay. Ziet daar El Yacoubi vrij aan de rechterkant. Technisch vaardige speler, afkomstig van Ajax en NAC. En daar is Philippe Cocu en na 6 minuten leidt PSV met 1-0. Uitstekende actie van Affalay, de goede voorzet van El Yacoubi. En Cocu doet op deze manier dus wel degelijk ritme op. De PSV had in het eerste kwartier van de wedstrijd het beste van het spel. Dit is Carrizo. Weer Affalay, weer zoeken naar El Yacoubi. Kijk, aardige bewegingen, stuurt daar toch 3 man het bos in. Jammer dat de actie verder tot niets leidt. Dan de thuisploeg Sint-Truiden. Ook verzwakt door een aantal spelers die niet aanwezig waren vanwege interlandverplichtingen. Maar wel met Peter van Hout. We kennen hem nog toen hij bij Roda JC voetbalde. Hij brengt Sint-Truiden hier na 17 minuten op gelijke hoogte. Uitstekende aanval. En er staat 1-1. Reiziger. Affalay en een schandalige overtreding van Simaeus van Sint-Truiden. Die zich weliswaar komt verontschuldigen, maar die geen enkele intentie had om de bal te spelen. En Affalay behoorlijk blesseert. Het viel allemaal mee. Hier een hoekschop van de thuisploeg. En daar de 2-1, nadat de bal door Reiziger van richting wordt veranderd, is het Sander de Broe die de goal op zijn naam krijgt. En na 34 minuten leidt Sint-Truiden met 2-1. Affalay, weer een overtreding. Weer door diezelfde Simaeus. Het mag allemaal van de scheidsrechter. En nu is het met een Achillespeesblessure voor wat deze wedstrijd betreft einde oefening voor Affalay. Boverhof is zijn vervanger en dit is de ruststand in Sint-Truiden. Na de rust blijven Kromkamp en Tardelli in de kleedkamer achter. Schijvenaars en PP Pla zijn hun vervangers. En dit is de eerste kans voor PSV in het begin van de tweede helft, waarbij El Yacoubi iets te laat is op het paasje van Arvid Smit. En na precies een uur voetballen houdt ook Philippe Cocu het voor gezien. En hij wordt vervangen door Donny Gorter. Inderdaad, de zoon van oud-voetballer Edwin Gorter. Balbezit voor Sint-Truiden dat misschien in de tweede helft niet de betere ploeg was, maar wel een hoger tempo en wat meer geestdrift aan de weg legde. Dit is een aardig schot van de Broe. En daar krijgt Oscar Moens, de vervanger van Gomez, maar net de vingertoppen achter. Hoekschop voor Sint-Truiden. Daar is Buvens en die passeert Moens. Het staat 3-1. De PSV voetbalde in de tweede helft niet slecht, maar deed het in een te laag tempo. Reiziger. Als het niet buitenom kan, dan maar binnendoor. En daar is Gorter met een goed bedoelde poging. En tot slot nog in de slotfase van de wedstrijd. Balverlies via deze actie van Salcido. En let eens op hoe mooi Peter van Hout dit gaat afmaken. Eerst stuurt hij plaatbos in, vervolgens Moens. En dit stiftje betekent 4-1. Een nederlaag voor PSV. En de vraag is wat voor waarde je aan die uitslag moet hechten. Kijk, het is een oefenwedstrijd. Veel jongens van ons hebben weinig gespeeld. En het zijn natuurlijk geen automatismes en dat soort dingen. Maar goed, ik hecht wel waarde aan een 4-1 verlies. Dat is gewoon heel pijnlijk en zuur. Maar verder, ja, het blijft een oefenwedstrijd. Alleen voor je eer is het niet goed, nee.
Die had een aardige eerste actie, want die leverde meteen een goal op. Ja, klopt. Ja, ik kreeg de bal aan de rechterkant van volgens mij Ibrahim Afellay. Ja, ik dacht, ik zoek mijn tegenstander op vanuit de buitenkant. Maar op een gegeven moment drong me toch helemaal naar de corner, waardoor ik naar mijn linkerbeen kapte. Ja, dacht ik, ik geef hem even de tweede paal. En heb ze, Kokkie stond daar al en hij kopte hem mooi erin. Ja, het begon wel aardig, het begon nog wel redelijk scherp en we maken 1-0. En dan denk je van, het kan nog een leuk avondje worden op deze manier. Alleen dan zakt het tempo weg. En dat is natuurlijk, wat dat betreft is het een luizenploeg. En ze loeren dan op de fouten die je maakt. En tweede helft denk ik ook dat je een stuk beter bent. Alleen ze straffen wel fouten van ons af. En twee keer standaard situatie, dat is slecht.